Hey, goeiedag. Hier spreekt Jorik van Happy Investors en in deze video gaan we het hebben over een ETF analyse van Ark Innovation ETF. Zoals je van mij gewend bent, gaan we naar meerdere facetten kijken over waarom is dit nou wel of geen goede ETF en voor wie is het geschikt? Met een pakkende titel: zijn de gloriedagen voorbij? Waarom? Dat ga ik zo meteen uitleggen, maar een korte samenvatting is high risk, high reward. Dat is de belegging en dat is, spreekt natuurlijk altijd voor zich. Hoog risico en potentieel hoog rendement. Is het nog interessant voor de, uh, voor de toekomst, daar gaan we het ook over hebben. Hier zien we een grafiek van het verleden, het historisch rendement. Ja, belangrijk om te weten is dat uh, in 2014 is het opgericht. En eigenlijk tot en met 2019. Hier was het rendement ongeveer 130% en hier was het 80%. Dus laten we zeggen dat je in vijf jaar tijd, of iets, iets minder dan vijf jaar tijd, had je om en nabij uh, ja, 100% in totaliteit gehad. En dat alleen is al hartstikke goed. Maar wat blijkt, na de coronacrisis is het geëxplodeerd. En um, de, de koers is echt exponentieel gestegen, en veel te veel. Um, Recentelijk is daar een sell-off uh, plaatsgevonden, dat heeft dus medio 2021. En nu is even de vraag: van, gaat die stabiliseren of gaat die potentieel verder dalen? Dat weet je nooit zeker, alleen het is en blijft een feit dat nog steeds heel veel groeiaandelen risicovol zijn. En dat is wat ARC is in essentie. De naam is ARC Innovation ETF en deze, dit fonds richt zich op. Um, ja ongeveer 35 tot 50 in dit geval 50 posities allemaal gericht op innovatie maar niet zomaar het zijn allemaal echt wel uh, hoog risicovolle groeibedrijven je kan dit beeldscherm op pauze zetten wil je uh, de hele strategie lezen alleen wat ik met jou wil delen is dat zie Arc als een tool voor diversificatie dat was ze zelf ook aangeven, dat vind ik wel interessant je kan dus deze ETF gebruiken naast traditionele value strategieën uh, value beleggen, dividend beleggen, groeibeleggen. Het zijn eigenlijk drie verschillende ja, laten we zeggen, takken van sport, maar die kunnen natuurlijk ook goed samen met elkaar gaan. En ik ben heel erg gecharmeerd van Ark-fondsen omdat dit ligt dicht bij mijn persoonlijke strategie. Dat is groeiaandelen. Ik geloof veel in groeien. Uh, beleggen in unieke bedrijven die continu maar meer groeien en groter worden. En zo kan je veel hogere rendementen halen. En ik heb zoiets van ja, als je ouder bent, kan je altijd nog overstappen naar dividend beleggen. Nu, ik krijg steeds meer geld, dus ik ga ook meer overstappen naar ETF's en dividend. Um, maar in het begin, zeker wanneer je jonger bent, eh, laten we zeggen onder de 40 jaar, zonder mensen boos te maken. Maar stel nou dat je onder de 40 jaar bent, dan kan je je permitteren om wat meer risico te nemen. Nooit heel veel geld op één ETF zetten. Dat is niet slim. Zeker niet bij ARC ETF's. Want waarom zijn ze nou zo risicovol? Kan ik eigenlijk aan de hand van dit plaatje tonen. Dit heb ik een keer gemaakt voor de happy investors om uit te leggen in de aandelenabonnement die, die wij... Ja, Publiceren wat het verschil is. Dus uh, op de Happy Invest Community heb ik een aandelenabonnement. Kan je op abonneren en dan krijg je toegang tot 2 tot 4 beleggingssport per maand. Wat is het? De eerste gaat over high-growth aandelen. Dat is, die bedrijven zitten allemaal in de fase van de introductie tot en met de groei. Dus wat er gebeurt er? Die bedrijven die maken heel veel een snelle uh, omzetgroei. En vaak tegen een hoge prijs betekent dat ze uh, verliesgevend zijn. Aan de andere kant heb je winstgevende aandelen. Die bevinden zich, bevinden zich in de fase van groei. En de volwassenheidsfase. Goeie aandelen zijn sowieso meer, veel meer risicovol dan winstgevende aandelen. En winstgevende aandelen dat zijn dus aandelen van bedrijven die al een bewezen verdienmodel hebben. En daarop kan je ook makkelijker financiële analyses toepassen. Je kan meer betrouwbaar berekenen wat ze in de toekomst gaan doen. En potentieel keren ze zelfs dividend uit aan hun aandeelhouders. Omdat ze gewoon winst maken. Dat is eigenlijk een veel logischere um, beleggingsstrategie. Maar ja, mensen zoals ik die meer risicovol zijn, die houden gewoon van, uh, van unieke groeiaandelen. Dat is gewoon leuk. En waarom is ARK ETF's nou eens risicovol? Omdat alle aandelen binnen die ETF, die bevinden zich in die fase van introductie en groei. En dus hoger risico. Over de kerncijfers kunnen we relatief kort zijn. Het rendement sinds opgericht 2014 is 34%. Het rendement van de afgelopen vijf jaar is echt bizar hoog, 48%. Ik weet niet of er ETF's zijn die hoger rendement hebben gehad dan dit. En we zo meteen verder op deze video, gaan we de verschillende ARK ETF's vergelijken. Uh, ja, dividend uh, 0%, niet uitkerend. Aantal posities tussen de 35 en 55. Zometeen iets meer over de top 10 holdings. Nu, total expense gaat zo ietsje, ietsje duurder dan normaal. Namelijk uh, 0,75%. Uh, maar goed, met dat soort rendementen maakt het niet uit. Natuurlijk wel als je negatief rendement boekt. Een groot risico is de PI /E ratio, uh, ja, not available, maar in de zin van, er zitten heel veel aandelen in, in de, met name ook in de top 10 holdings, en die zijn niet eens winstgevend. En dat is natuurlijk echt uh, risicovol in de zin van, ja, uh, heel veel bedrijven kunnen gewoon in worst case scenario omvallen. Nu, kijken naar de top 10 holdings, ja... De nummer één, uh, aandeel, het nummer 1 aandeel is eigenlijk hetgene waar ik het minst uh, wat mee heb: Tesla. Ik vind het een prachtig bedrijf en dergelijke. Alleen als je kijkt naar de aandelenprijs, uh, ja, die is gewoon hartstikke duur. Um, maar ook andere aandelen zijn heel duur. Maar kijken we naar bijvoorbeeld Teladoc. Die is recentelijk echt veel gedaald ten opzichte van haar piek. Terwijl er wel wat veel te zeggen qua financiële waardering. Het lijkt misschien gewoon echt een hele goede aankoop. Nu bijvoorbeeld Roku, Coinbase, uh, Unity, Zoom Video. Maar ook Square, Twilio en Shopify zijn allemaal echt super aandelen. Hè? Echt mega goede aandelen. Je kan eigenlijk wel, ja, toch wel met ene mate van zekerheid kan je wel aangeven dat dit soort bedrijven in de toekomst gaan domineren. Maar het is en blijft een risicovolle ETF. Waarvan de top 10 aandelen een totale weging hebben van 51%. Dat is wederom aan de hoge kant. Uh, betekent dat uh, de rest uh, ja, zit in die andere 25 tot, uh, tot uh, 40 aandelen. Allemaal dus goede aandelen en ja, je zou dit nooit alleen een ARK ETF's willen opleggen. Je hebt daar minimaal een value en dividend ETF's uh, uh, voor nodig om toch wat balans aan te brengen in je portefeuille. En natuurlijk ook vastgoed en, uh, en dergelijke. Nu kijken we naar de rendement van de vijf jaar. Als we ARK ETF's vergelijken dan doen ze het allemaal echt, echt heel erg goed. Uh, dus wij hebben het nu over ARK K. Uh, dat is de oranje lijn hier. Uh, dus dit is vanaf uh, vijf jaar geleden vanaf de start, en je ziet echt superieure rendementen versus de S&P 500. En de S&P 500 heeft het in deze periode, de afgelopen vijf jaar, ook al uh, historisch gezien heel erg goed gedaan. Maar wat is nou die ARK ETF's? Uh, die bevatten allemaal goede aandelen, en die, die goede aandelen zijn gebaat bij wanneer de economie goed gaat, en wanneer rente heel erg laag is. En natuurlijk, die rente en dat rentebeleid, dat gaat veranderen. Dat is niet eeuwig dat het zo laag blijft. Dus dat is een serieus risico vanuit politieke slash economische omgeving. Uh, uh, dat is heel erg belangrijk om rekening mee te houden. Dat als we kijken naar, naar de toekomst, ja, wat, gaat dat wat gaat dat brengen? Nu, Tesla is, uh, zit in bijna alle hold, uh, ETF's uh, als in de top 10 holdings. Ja, die is natuurlijk gigantisch geëxplodeerd de laatste tijd. En uh, hier is er echt een hype in groeiaandelen geweest. Uh, ook weer afgestraft. En dan zie je dat uh, ja, zo'n sell-off, die leidt natuurlijk tot lagere rendementen. De een is meer getroffen dan de ander. Als je kijkt naar ARC-G, die is relatief meer getroffen. Uh, in de zin van koersdaling dan de andere. Maar die is ook heel erg veel gestegen. En ARC-F is super interessant, alleen die is nog maar sinds 2019 beursgenoteerd. Uh, en dus heeft dus eigenlijk ook een mindere ja, performance. Maar je ziet dat die in een kortere periode. al beter pre pre presteert dan de SP 500. En dat is natuurlijk wel echt. Uh, ja, dat is echt gewoon, gewoon heel erg goed. Kijk naar het rendement van 2021, ja, dan wordt het allemaal wat minder rooskleurig. Uh, de S&P 500, uh, dat is deze blauwe lijn, je ziet ook dat die, die, die gaat staag omhoog, hè. veel meer stabieler. Er zitten dus 500 bedrijven in en die moeten winstgevend zijn volgens de criteria van de S&P 500. Uh, dat is eigenlijk dus haaks op de strategie van ARK, die investeert in bedrijven die bijna nooit winstgevend zijn. Ja, bijna nooit is een groot woord, maar... Overwegend niet. Uh, maar je ziet, SP500 heeft het dus afgelopen jaar 30% rendement gehaald. En de arc ETF's veel minder goed. Alleen de ARC Q, die het eigenlijk gemiddeld gezien over vijf jaar minder goed doet, doet het dit jaar uh, beter. Uh, ARC Innovation, waar we het nu over hebben, ja, die doet het gewoon minder goed. Uh, 50% is nog steeds hoog, maar niet vergeleken de SP500. Dus in dit geval presteert hij ondermaats. Nu is maar de vraag natuurlijk: wat gebeurt er in 2000? 22 en vooral de lange termijn. Naast het feit dat ARK een hele risicovolle beleggingsstrategie heeft met risicovolle aandelen, zijn er nog andere grote risico's. Ik noemde net al met het rentebeleid: dat is echt een serieus risico. Als rente in de komende jaren omhoog gaat, dan is dat funest voor groeiaandelen en dan kan de recente afstraffing, of laten we zeggen sell-off, alleen nog maar doorzetten. Nu, als we kijken naar de riskgrade uh, via Seeking Alpha, krijgt het een score van een F. Uh, dat kan eigenlijk niet slechter. <laughs> Betekent dit qua risico van ETF's... is dit een van de risicovolste ETF's. En dat, dat, is ook, dat kan je ook wel met logisch nadenken ook wel zeggen. Nu, die standaarddeviatie is heel erg hoog. En ook de annualized volatility met 38%. Eigenlijk komt er gewoon op neer dat er... Ja, je mag verwachten dat er pieken zijn van gewoon 40%. En uh, even ter perspectief, ter context... De zware financiële crisis van 2008... Toen was er een, uh, een daling van wat is het? Iets van 60%. En dit is dus eigenlijk gewoon van recentelijk dat Ark al met 40% daalt. Dat is dus eigenlijk ja, heel erg risicovol. In de zin van volatiliteit. Alleen voor de lange termijn kan dit natuurlijk ook veel kansen bieden. Nu, wat wel echt een, een serieus risico is, is de top 10 holdings. Hè, die bevat 50%, waarvan ook nog eens. Uh, ja, nou, het zijn grote bedrijven, maar allemaal wel uh, nog steeds uh, nauwelijks tot niet winstgevend. Volledig gericht op groei. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat heel veel van die bedrijven echt uh, topbedrijven zijn. Uh, en in de toekomst gaan stijgen. Alleen ik heb geen zicht op het economisch en politiek klimaat voor de komende tien jaar. Uh, ja, wat er dan kan gebeuren, is, uh, is mij ook een raadsel. Je moet eigenlijk een optimist zijn om hierin te beleggen. Um, er zijn ook pessimisten, en die gaan short op uh, RKK. En uh, ja, recent ook uh, zo'n bekende kerel, hè, die, uh, hoe heet die? Michael Burry. Die uh, uit de film van. Uh, uh, die de huizencrisis heeft. Uh, ja, eigenlijk vroegtijdig ontdekt en gesignaleerd. Alleen niemand luisterde. <laughs> Lullig voor hem. Nu heeft hij trouwens weer van die voorspelling gedaan. En uh, maar ja, lijkt erop dat nog steeds niemand luistert. Onder andere dat de crypto een bubbel is. Maar een short interest uh, 12% betekent uh, dat veel mensen verwachten dat. Uh, ja. Dat, dit, dat deze ETF verder gaat dalen. En dat is natuurlijk nooit. Gunstig. Nu, qua technische breakdown, ja, dit kan je allemaal zelf opzoeken in de fact sheet. Is eigenlijk niet zo heel schokkend. Ik denk wel goed om te benadrukken is dat er zitten veel mega en large caps in, eh, om erbij eh, 80 En dat doet wel het risico wat minder, meer afnemen. Um, sector breakdown is eigenlijk wat we wel verwachten. En geografische breakdown is niet schokkend, voornamelijk Amerikaanse aandelen. Tenminste, Amerikaanse beurs genoteerd, maar veel daarvan hebben ook wereldwijde sales. Um, hoe dan ook, je wilt zo'n ETF natuurlijk niet uh, alleen maar nemen en je moet dat spreiden. Uh, bijvoorbeeld, 5% alleen, alleen in deze ETF is al veel, uh, maar het biedt wel potentieel hoger rendement. Eigenlijk kort samen van de conclusie is: hoog risico ETF voor innovatiebedrijven. Uh, waarom? Omdat je hebt ook ETF's die nog steeds hoog risico zijn, maar wel veel lager risico dan de ARKK en dat is bijvoorbeeld de QQQ, de VGT en de BST. Die hebben we al besproken in andere analyses. vind je terug op mijn kanaal en zijn voor jou misschien meer interessant als je toch iets meer stabielere beleggingen wil dan ARKK. Ja, risico's, economische groei, uh, voornamelijk rentebeleid. Als rente omhoog gaat, dat is gewoon niet goed. En short-interest is ook een groot risico. En natuurlijk, Heel wat fonds is risicovol gezien de strategie van groeiaandelen. Op de korte termijn kan het mogelijk lager of negatief rendement opleveren. Uh, persoonlijk ben ik een optimist. Ik ga ervan uit dat op de lange termijn deze ETF een hoger dan gemiddeld rendement dan de SP500 kan halen. Let wel, het historisch rendement van SP500 is uh, tussen de 8 tot 10 procent. 10 is al heel hoog. Laten we zeggen tussen de 8, uh, rond de 8 procent. Nu. Ik denk dat zo'n ARC-ETF misschien wel 11 tot 12 procent op de lange termijn kan halen. Um, dat is natuurlijk ook uh, ja, deels aanname, deels uh, gebaseerd op historie. Uh, op, uh, Wat hebben andere bedrijven gedaan en setjes van bedrijven? Um, en het ligt natuurlijk ook aan het fonds zelf. Uh, ze doen best wel veel wisselingen van, van groeiaandelen binnen het fonds. Uh, dus het kan zomaar zijn dat uh, bijvoorbeeld Tesla er uh, ja, over twee of drie jaar uit ligt. En dat bijvoorbeeld tesla ook de helft de grootste wordt. En. Dat soort wisselingen van management heeft natuurlijk ook effect op het rendement van dit fonds. Kan overigens ook het risico verlagen, hè? dat is ook een, uh, een punt. Nu, tip: spreid over meerdere ARC-ETF's. Uh, dat is sowieso al één. Uh, dus de arc voor innovatie. Je hebt de ARC-F voor financials en zo heb je uh, nog meer. Je hebt ook de ARC-space uh, nog iets, puntje, puntje. Maar die is heel erg speculatief. Er zitten bedrijven in die nog niet, die nog niet eens omzet maken. <laughs> maar uh, ja. Uh, ze verzinnen het en je kan het kopen. Ik zou dat zelf niet doen. Ik zou wel ARK K en ARK F onderzoeken. Misschien zelfs ARK G als je dat interessant vindt voor biotechnologie. Mijn persoonlijke tip is, zet niet meer dan 10% van je geld in op alle ARK ETF's. Dus stel dat is 10%, ja, kies dan bijvoorbeeld 2 en zet op allebei 5%. En zo kan je in ieder geval een risico, laten we zeggen, beheersbaar maken. En je rendement verhogen. Nu, dankjewel voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij van ARK K als innovatie ETF? Zou jij hier wel of geen geld in zetten en waarom niet? Vind je het misschien te risicovol? Geloof niet in de bedrijven? Of denk je van, nou, dit is echt een no-brainer. Dit gaat in de komende 10 jaar sky-high? Waarom? Deel het met mij, dat vind ik heel erg leuk. En uh, dan gaan we uh, ja, verder erover sparren en de reacties om van elkaar te leren. Nu dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Dat vind ik leuk, motiveert. En dan gaan we het hebben over aandelenanalyses, ETF-analyses en meer tips over beleggen en financiële vrijheid. Super, tot de volgende video.